Imke, wat ben je hier aan het doen? Ik ben hier een hele week saxofoon aan het spelen met mijn nieuwe Nederlandse vrienden. En ik vind het super tof. Het is echt heel leuk. En waarom vind je het leuk? Het is heel divers. Dus we spelen zowel klassiek als lichte muziek, als improvisatie. Vooral improvisatie had ik eigenlijk in mijn leven nog nooit gedaan. En ik ben echt heel aangenaam verrast, want ik was in het begin dat ze aanduiden van oké, improviseer maar wat. Was ik helemaal zo, oh nee, wat ga ik nu doen? En dan beginnen improviseren en dan merk je dat elke keer beter gaat en dat je ook technieken aangeleerd krijgt om toch een houvast te hebben om te kunnen improviseren. Dus dat is wel een notendopje. Leuk, leuk, ja. Ja. En welke lessen doe je allemaal mee? Ik doe het lichte orkest doe ik mee, ik doe het klassieke orkest mee, ik doe de meeste workshops allemaal mee. Het enige wat ik niet mee doe zijn de kwartetten. En de jam sessies doe ik ook niet altijd mee, omdat dat toch wel... Ik vind dat al een hele grote stap om van nog nooit te hebben geïmproviseerd toch al ineens naar de jam sessie mee te gaan. Maar ik heb het wel één keer gedaan, het was eigenlijk superleuk. Oké. En wat heb je tegen vrienden gezegd wat je ging doen deze zomer? Wel, ik heb... Dus de meeste mensen weten wel dat ik saxofoon speel. En ik heb gezegd van, deze jaar ga ik iets volledig anders doen. En ik wil graag een week alleen maar met mijn saxofoon bezig zijn en in de buitenlucht. En dat is wat ik gezegd heb. En de meesten kunnen zich daar niet echt een voorstelling bij maken. Maar ik zal ze dat wel in geuren en kleuren vertellen als ik terug ben. En wat vertel je dan? Ik zal vertellen dat wij hier op een prachtige kasteel hebben gelogeerd. In een tent dan wel, maar toch op een prachtig domein. Dat er mensen waren van alle leeftijden, maar dat iedereen, wat dat eigenlijk ons allemaal bindt, is dat iedereen met de saxofoon bezig is. En heel graag speelt en heel graag samen muziek maakt. En dat we veel verschillende dingen hebben gedaan, maar dat we vooral heel veel hebben geleerd en heel veel lol hebben gehad. En dat we om 11 uur 's ochtends bijvoorbeeld al het dak van het gebouw hebben gespeeld. Dat was echt wel heel indrukwekkend. Dus super tof. Oké. Ja, dankjewel. Zijn er nog dingen die je zelf... Wil je nog de groeten doen aan iemand? Of? Nee. Ik doe de groetjes nog aan al mijn Belgische vrienden. Die mogen volgend jaar ook allemaal komen. Oké.